In HOES Campus De Level lopen al langer heel wat buitenlandse studenten en docenten rond. Maar een ambassadeur komt hier niet elke dag. Olivier Nikolov, de Canadese ambassadeur in België, is enthousiast over de mogelijke samenwerking tussen Zeeland en de gameopleiding. I'm looking forward to see what's possible. Obviously, I'd be very happy to see further collaboration, more collaboration between Canada and OWES and other Belgian universities, academies and companies in general. I know there is a very important dynamic sector of games in Montreal. De opleiding Digital Arts and Entertainment is enorm gegroeid de laatste jaren. Eén iets is nog niet mogelijk, namelijk een master behalen. Daar wil HOES nu verandering in brengen. Momenteel heel goede gesprekken met de school NAT en AD, die daar ter plaatse eigenlijk een beetje de tegenhanger of de evenknie is van DAE. Dus we gaan eind januari op bezoek Ginter met de bedoeling van eigenlijk een eerste intentieverklaring tot samenwerking te tekenen en dan te kijken hoe dan we van daaruit verder kunnen samenwerken. Onlangs werd de gameopleiding in Kortrijk verkozen tot beste ter wereld en dit al voor de tweede keer. Dat is ook in Canada, het mekka van de game-industrie, niet onopgemerkt voorbij gegaan. It's very creative. What I find interesting is asking ourselves why is that developing so much in Canada and here in Belgium, in this part of Belgium. You know, it takes a lot of creativity. You need a combination of different factors, including creativity, resources, talents. We have that in Canada. It seems that you have that in Belgium as well. De ambitie is duidelijk. Vanaf volgend academiejaar moeten HOES-studenten DAE hun master in Canada kunnen behalen.